De eerste slot rond 2000 voor Christus in Egypte werd uitgevonden. En wist je dat in Nederland meer dan 250 inbraken per dag worden gepleegd? En ja, de vakantieperiode die staat voor de deur. 70% van de huishoudens die heeft zo'n standaard cilinderslot om hun woning mee af te sluiten. En die gaat er eigenlijk met een heel gerust gevoel mee op vakantie. Alleen is dat geruste gevoel wel terecht? Dat vraag ik me af en dat ga ik nu uitzoeken. Kort-Jan, kan ik je ergens mee helpen? Erik, ja, ik hoop het. Leg mij nou eens uit. Zo'n standaard cilinderslot, is dat nou voldoende om je huis mee te beveiligen? Nee, als die cilinder meer dan 4, 5 mm uitsteekt, heb je een probleem. Dan is het voor een inbreker nog makkelijk. Ja, want bij mij in de buurt wordt redelijk wat ingebroken. En ik heb begrepen dat er een soort nieuwe methode is. Namelijk dat ze die cilinder eruit trekken, of in ieder geval een deel daarvan. En dan eigenlijk met een schroevendraaier gewoon heel makkelijk... Ja, het kerntrekken is momenteel heel erg actueel. En het kerntrekken, ja, daarvoor hebben wij nu producten gemaakt om het tegen te gaan. Kun je mij iets laten zien wat betreft die kerntrekbeveiliging? Geen probleem, loop maar mee. Ja. We hebben hier een van de modellen. Dit is dan een veiligheidsrozet. Hier zie je het verschil. Hier is die cilinder vrij in beeld. Oh, ja. En hier is hij helemaal afgedekt. Want hoe gaat dat dan in zijn werk, dat kerntrekken? Het kerntrekken is een middel. Ze pakken een schroefmachine met een schroef. Dat zijn speciale geharde schroeven. Die schroeven ze hierin. Dus je kunt hier in de kern schroeven. Als dat grip heeft, hebben ze een soort poelietrekker. Dan gaan ze draaien en dan trekken ze heel het binnenwerk eruit. En als de kern eruit is, kan ik met de schroevendraaier erin en kan ik het slot openen. Het is gewoon kinderspel eigenlijk. Eigenlijk wel. En met zoiets voorkom je dat die kern eruit getrokken kan worden? Ja. En heb je dit weer in heel veel verschillende variaties of is dit? Dit heb ik in heel veel meerdere mogelijkheden te leveren. Dit is dan een veiligheidsrozet, maar je hebt het ook als veiligheidslangschild, kortschild. Maar loop maar even mee, laat ik je wat zien. Ja. Dit zijn andere modellen, dus voor iedere situatie die anders is, hebben we eigenlijk mogelijkheden. Je hebt deurdiktes, je hebt maatvoeringen, PC-maten zoals wij dat dan noemen in vakterm. En daarvoor heb je in iedere situatie een ander model. Dit is bijvoorbeeld een SKG 2 sterren gekeurde cilinder, maar die hebben we ook in SKG 3 sterren. Maar wat doet dat dan? Wat maakt het dan beter? Het zorgt, zitten daar duurdere materialen, zwaardere materialen in, om te zorgen dat het kerntrekken niet mogelijk is. Dus die schroef die erin gaat, die gaat er eigenlijk niet... Die krijgt geen grip of we maken het schroefdraad kapot. Er zijn natuurlijk ook spulletjes in huis, of in ieder geval bij sommige mensen, die je dan een beetje op wil bergen, bijvoorbeeld in een kluis. Heb je daar producten van? Ja, we hebben een kluis, die kan ik zelfs laten openmaken door dezelfde sleutel als wat jij hier in je hand hebt. En dat is ook uniek, dan ziet niemand aan jouw sleutelbos dat je een kluis thuis hebt, want de kluissleutel valt wel op. Kijk, daar had ik nou nooit aan gedacht. Dat is zo. Mag ik het zien? Loop maar mee naar de kluis. Kijk, hier is het model. En dit is de kluis. Oké. Nou, gewone kluis. Maar ik zie dus ook weer zo'n kerntrekbeveiliging hier. Ja. Dus zijn er nog meer eisen waaraan een goede kluis moet voldoen? Ja, wat natuurlijk heel belangrijk is dat de kluis goed vast zit aan de wand en aan de vloer. En deze kluis is namelijk inmiddels ook gekeurd. Dus er zit ook een keurmerk aan en heeft een waardeindicatie van 7000 euro. Oké. Maar je kunt dus nu ook met dezelfde sleutel gewoon je deur openmaken, maar ook je kluis? Ja. Nou, en zelfs je fiets eventueel nog, want we kunnen ook een bijpassend hangslot maken wat je aan je ketting hangt. En dan heb je ook dat nog. Oké, je moet alleen je sleutel niet kwijtraken dan. Nee, dat klopt. Nee, en ik ben wel zo'n type die dat doet. Ja, want kan ik bij jou ook sleutels bij laten maken? Ja, hoeveel we er hebben? Stuk of 100? Loop maar mee. Doe er maar een paar in ieder geval. Nou, de code is al naar de machine gebracht, je hoort hem al, dus jouw sleutels die komen er zo aan. Heb jij nog tips voor mensen die thuis zitten te kijken en denken, ja, ik wil toch kijken of mijn slotwerk goed in elkaar zit? Ja, je neemt contact op met een goede sleutelmaker of iemand die gespecialiseerd is in mechanische beveiliging. Hier kun je een afspraak mee maken, die kan bij jou ter plekke komen en die kan even een inventarisatie maken van jouw ramen, van jouw deuren en van het overige wat hij zou zeggen, dat moet beveiligd worden. Want heb je nog algemene tips voor mensen die op vakantie gaan, wat betreft beveiliging? Ja, heel simpel. Laat je gordijnen niet dicht. Zorg dat je lichtschakelaars hebt. Dat zijn de meest kleine dingen. Zorg dat de post uit de brievenbus is. Dat er geen stapels op de grond liggen wat iemand vanuit het raam kan zien. Dat zijn de eerste simpele dingen, zeker nu met de vakantie die eraan zit te komen. Ja. Zo, nou voorlopig kan bij mij in ieder geval iedereen naar binnen.